Smile Landweert organiseerde afgelopen weekend voor de 7e keer een verkeersmarkt op het Schouwburgplein in Venray. Het thema was dit jaar afleiding in het verkeer. Het initiatief is gestart om de veiligheid in de wijk te verbeteren. De tijd was vooral vooral de eigen wijkbewoners natuurlijk. Je kent het misschien wel, een beetje lekker hard rijden, dat soort dingen. Wegen die ervoor uitnodigen om lekker goed hard te gaan rijden. En daar hebben we vooral eigenlijk vanuit klachten van de wijkbewoners zelf, hebben we op een gegeven moment gezegd van daar gaan we gewoon echt iets aan doen. En toen hebben we gewoon een beetje een vrijwilligersorganisatie, Smile Landweert, opgericht. En toen is eigenlijk een beetje het balletje gaan rollen. Smile Landweert houdt vaker acties in de wijk om automobilisten te wijzen op hun snelheid en fietsers bewust te maken van de te voeren verlichting. Dit allemaal met een belangrijke boodschap. Let er gewoon op en help elkaar gewoon een handje. En dat doen wij dus ook positief door gewoon niet met de vinger te gaan wijzen van dat doe je fout, maar gewoon echt het positieve belonen van hey jongens, daar ben je goed mee bezig. En dat werkt meer positief als andersom. Ook Veilig Verkeer Nederland had het stukje positieve wisselwerking goed in de smiezen. In ruil voor het invullen van een kort vragenlijstje kreeg de geënquêteerde een frisse cocktail als verkoeling op de warme dag. Uiteraard alcoholvrij. Bewustwording was een belangrijke term in de stand van VVN. De mensen door een aantal vragen te beantwoorden bewust te maken van hun eigen positie in het verkeer. Van ook het feit dat de meeste verkeersongevallen gevolg zijn van gedrag en niet van techniek, want die techniek is meestal wel goed. En we proberen ook door een vragenformulier te inventariseren hoe het met de kennis van de mensen gesteld staat. Veiligheid is nog steeds een groot issue in het verkeer, vooral voor fietsers. Wij merken dat inderdaad er steeds meer ongevallen plaatsvinden, ook met wielrijders. Dat heeft te maken met een aantal factoren. Een van die factoren is de elektrische fiets, maar een andere factor is hoogstens heel zeker ook het gebruik van de mobiele telefoon, het gebruik van de mobiele radioapparatuur, het oortje, waarbij mensen aandacht hebben voor alles behalve het verkeer. De bezoekers van de verkeersmarkt konden plaatsnemen in een tractorsimulator om te ervaren hoe het als chauffeur is om verkeersdeelnemer te zijn. Ook konden ze in een kantelsimulator klimmen om te leren hoe je te bevrijden wanneer de auto op zijn dak terechtkomt. Dit alles om bewustwording en veiligheid in het verkeer te stimuleren.